Gaan we nu verder met links-rechts vergelijk. Je hebt hier drie toetsen bij elkaar, namelijk enkele weergave, wat we nu hebben, dubbele weergave, oftewel links-rechts vergelijk. Dus dan ga ik nu, klik ik die aan, dan zie ik hier meteen dat ik twee weergaves heb. En op dit moment is deze weergave actief, de linker weergave, omdat die oranje gemarkeerd is aan de bovenkant. Dus vanaf nu, als ik op de freeze-knop druk, ben ik in mijn linker scherm actief. Dus dan kan ik bijvoorbeeld mijn Achillespees links scannen. Freeze ik hem. Nu is nog steeds die actief. Klik ik nog een keer op deze knop. Dan zie ik dat hij naar de rechterkant gaat. Nu is rechts actief. Kan ik rechts pakken. En kan ik bijvoorbeeld rechts een lengteopname maken van mijn Achillespees. En die freezen. En die kan ik dan bijvoorbeeld vergelijken door te meten. En links, punt 1, linkermuisknop. Punt 2, linkermuisknop te vergelijken met rechts. Punt 1, punt 2. Links-rechts vergelijking met beide metingen. Yes? Ja.